Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van die steden. Ayalco en... Wacht, ik vind het wel redelijk overbelicht. Even die kast er even openzetten om het licht even te dimmen. Te laten dimmen. Dus iets meer als een bioscoop. Maar in de vorige video had ik gezegd, Ayalco, dat ik jouw stadje nog ging doen. Maar mijn moeke kwam boven. Mijn tablet viel even per ongeluk. Niet kapot trouwens, gelukkig, maar ik zette de video per ongeluk af. Maar goed, vandaag gaan we op jouw stadje. Ik heb toch nog een beetje doorgebouwd aan River City. Je ziet daar een verlaten huis, ik zal hem laten zien. Een verlaten huis met bomen eromheen. Dat is een heel klein eilandje, eigenlijk was het een groter eiland, maar ik heb dat hele eiland gewoon afgebroken om gewoon een paar speciale gebouwen in het water te hebben staan. Maar goed, waar staat die? Ayalco-land. Perfect. Trouwens, Ayalco, op mijn stadje heb ik nog altijd, het stadje van de serie, heb ik nog steeds altijd de raket Ayalco SS Poop 1. Die raket heb ik nog steeds staan. Met de kleuren roze. Ja, met roze. Een roze raket. Ayalco SS Poop 1. Echt. Oh. Ik heb zo net een livestream gezien. Maar goed. Je hebt redelijk wat vraag naar huizen. Dus als je nog eens komt spelen in de grote vakantie, mag je wel komen. Ik heb niks veranderd. Dus... alles is nog steeds hoe je het had gelaten. Allemaal random gebouwen. Trouwens, dit is dat operahuis van een van die foto's. Ja, volgens mij was dat dit operahuis. Ik ga alleen eens eventjes kijken. Oh, je zou het Amsterdam Place kunnen zetten. Dat is een gebouw uit Amsterdam, logisch. En nog andere grote gebouwen. Wait, what the fuck gebeurde dit, hè? Jullie weten of ik iets heb gedaan of niet, want ik heb letterlijk niks gedaan. What the fuck? Ik zat even gewoon te kijken. Oh, hier is het niet. Hey, what the fuck? En jouw covee het ook niet raar, hè? Echt, je kunt veel gebouwen zetten. Theater of Wonders. Ja, volgens mij is dat deze. Maar... dit gebouw. Maar het is niet het opera. Is er nu een stroom? Er is geen stroomprobleem. Is er nu een stroomtekort of wat? Volgens mij is het niet het idee om die lampen te laten flikkeren. Ayalco, je hoeft niet boos te zijn. Ik heb letterlijk niks gedaan. Maar goed, alles is nog prima. Hier dit straatje, dit gebouwtje. Alleen de opera, of toch dat ding, dat flikkert de hele tijd, ik snap het niet. Jij ziet het, jij ziet alles wat ik doe natuurlijk. Iedereen die deze video kijkt. Wanneer is er trouwens nog een 52 visitors? Eentje verloren en één gewonnen, één match verloren en geen gewonnen zelfs. Alles gaat prima. Geen eens een probleem. Na deze video ga ik dan vragen aan papa hoe dat kan. Dat een stadje zonder problemen. Als je een tijdje een theater of wonders hebt staan. Nu heb ik letterlijk mijn controller liggen. Dus kijk. Ik heb letterlijk mijn handen vrij. En joep. Dan moet ik dus even vragen. Vraag naar huizen is bijna vol. Dus als je komt spelen kun je sowieso wel heel veel huizen bijzetten. Maar goed, echt letterlijk. Er is niks aan de hand met jouw stadje. Maar alleen. Zet in de reacties of je dat heel raar vindt. Ayalco. Ik heb letterlijk niks gedaan.
Ja. Metro City 5, daar heb ik niks over te zeggen. Heb ik al een tijdje niet meer op gekeken. Vandaag ook niet meer. Eigenlijk wist ik al aan jouw stadje dat er niks aan de hand ging zijn, man. Want ik had voor deze video al een paar keer gekeken. Geen problemen. Alleen wel heel veel vraag naar huizen, heel veel vraag naar winkels. Winkels zou ik pas plaatsen als schalen als ze net platen zetten. Die je kunt laten zetten. Een paar kleine winkeltjes. Hier heb ik niks op te zeggen. What the fuck? Oké, de hele straat. Met vuilnisbelten. Ja, oorindustrie heb ik nog niks op te zeggen. Dik. Heel mooie. Big light splash. Ja, in de lichten gaan al die lampen aan. Dat vind ik echt kei schoon. Maar, gaan we de wereld laten opvakken door de dam weg te halen? Die brug heeft altijd onder water gestaan trouwens. En dat verlaten gebouwen erachter, dat komt echt altijd terug in elke wereld, maar dan een andere locatie. Weet je wat, we gaan het opvakken, we gaan de dam vernietigen. Boom! Daar gaat de dam. De dam van de stad. Ik ga de tijd versnellen, want ik moet dan... Ja, dit is juist de laatste wereld. Die we moeten doen. En dan heb ik alles gehad. Maar goed. Oh nee, dit dorp gaat kapot. Op een gegeven moment ga ik het op pauze zetten, even... de minicamera. Als het water heel dichtbij is, dan zet ik het op pauze, neem ik screenshot. Echt, what the fuck, bro. Het water komt er gewoon aan gerust. Alsof het niks is. Dit was sowieso al een scheidstad. Als het water bij de eerste huizen komt. En nu. Oh ja, dit eiland heeft ook altijd onder water gestaan. Die weg die is nooit eigenlijk boven gekomen. En het hele eiland stort gewoon in. Ja. En die haven drijven de bootjes lekker. Die haven kan... Ja, die haven is net ingezakt. Dat zag je ook. Die boten die verdwenen meteen. Eerst stonden er huizen. Ik heb er screenshots van. Ik hoor nog gebouwen instorten. Ik ga proberen precies dezelfde screenshots te nemen. Oh, flip. Stonden huizen? I don't know. Maar ik ga proberen precies dezelfde screenshots te nemen, maar dan met, ja, daarna. Als het water weer een beetje wil verlagen. Hey, eerst was dat helemaal tot aan die brug. En nu is dat gewoon allemaal weg. In een aantal seconden. Oh ja, dit was mijn grootste stad die ik ooit had gebouwd, ja. Allemaal stront. Die screenshots van het aftermath van de zaak, wat er daarna was van het eiland, zou ik een andere keer kunnen maken, dus niet in een video. Ja, ik had volgens mij, ja, ik had twee flipping vliegvelden.
Dan weet ik even niet meer waar dat die lagen. Zo lang ben ik er niet meer op geweest. Ah ja, Metro City 5 vliegveld. Dit was mijn tweede vliegveld dat ik had. Ah ja, dit was mijn eerste, dat zie je ook. Ik heb er allemaal gebouwen al rond gebouwd. Het wordt best wel goed gebruikt. En ja, de big lights flash. Brandt perfect. De dik, die plast nog verder. Nog 5 minuutjes. Oorindustrie nog steeds. Bomindustrie. Olieindustrie. Shop Square. Ja, hier moest gewoon allemaal winkels komen. De grappen nu allemaal verlaten zijn. Oh, jammer. Ja, dus... Oh my god. Dit is wel een goed geladen schip eigenlijk. Maar ja, deze brug staat ook wel nog lekker. De schepen die gaan er nog lekker onderdoor. Twee schepen precies naast elkaar. Oh my god. Maar goed, ik ga de video eindigen. Na deze video ga ik dus die... Ja. Eigenlijk, na deze video... Ga... Ja, als die geüpload is... Alleen tijdens het uploaden... Ga ik direct kijken. Ja. Ja. Of de... Iemand al heeft gestemd op wat ik eigenlijk van de Diamond Queen, dus dat schip, moet maken. Want, ja, Elias is nu online, perfect. Ik heb die meldingen aanstaan dat ik daar altijd krijg van Joppe, van Elias en van mijn vader. Dus ik Christophe, zo heet mijn papa, Christophe Willems. Maar op PlayStation heet die Krikke. Ja, boeien. Ja, dus ik ga daar kijken. Ayako. Ja. Ik ben een beetje boos aan het worden van dat je nog steeds niet hebt gestemd. Want ja, ik wil minstens op één ding. Allee, op alles wil ik eigenlijk rond de 5 likes. 5 is genoeg om te weten waar ik moet bouwen. Dus cruiseschip, ja, daar... pakt het meeste tijd eigenlijk, dus dat is het verschrikkelijkste. Maar ja, bijvoorbeeld cruiseschip heeft een 5 of beter gezegd 6 likes misschien. Tanker heeft 4 likes. En vrachtschip heeft 5. Dan pak ik nog steeds cruiseschip omdat dat toch wel de meeste likes heeft, maar goed, dat is nu nog niet gelukkig. Ja, waarom eigenlijk, want ik zou wel snel willen weten wat ik ervan moet maken. Daar maak ik er ook een video over van. Hè. Ja, dat ik ook ga verder bouwen en ja, wat. Maar tot de volgende video mensen, like, abonneer! Zet in de reacties natuurlijk van deze video of je het raar vindt dat dat gebouw zit te flikkeren. Ik heb letterlijk niks gedaan.